Ja, precies. Ja. Vredestein. Dat is wel een leuke, dat kan ik wel even laten zien trouwens, dat is wel leuk. Die heeft een foto nog van mij tegen Feyenoord. Daar staat Jan Boskamp nog op, kun je nagaan. Kijk hier, dat is Jan Boskamp, het treitel. Heb je nog een kindermaatje daar? Hè? Ja, zeg ik. Kun je nagaan, dat is Jan. Daarachter loopt Epie de Rost en dat ben ik dan. En dat is die Fransi Thijssen. Hij schoot ook wel eens op goal, zie ik. Hè? Ja, ja, ja. Nou, ik heb nog voor Twente nog 70 keer gescoord. Oh, in mijn voetballoopbaan, dus dat was nog een redelijk in ieder geval als middenvelder. Dus, 40 jaar? Ja, ongeveer. Ja, maar die is ook wel, die is 76. Ja, zo is het eigenlijk wel begonnen richting Feyenoord, dat Kik mij belde of ik naar de zaak wilde komen. We hadden toen nog een... kledingzaak? Ja, herenmodezaak in de stad, in het centrum. En, dus ik wist niet waar het om ging. Ik dacht, misschien dat hij dacht dat ik er slecht bij liep. Maar uiteindelijk in de zaak werd me al snel duidelijk dat Feyenoord interesse had en dat ik gebeld zou worden door een van de club. Het bleek dan later manager Hagelstein te zijn. Ja. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En ik werd gebeld door Jorien van de Herik eigenlijk. Zo is het eigenlijk begonnen. En die vroeg aan mij, dat vond ik ook eerst in het begin vreemd. Goh, heb jij contact met Paul Bosvelt? Ik zei ja, natuurlijk, die jongens die zie ik bij de voetbal, bij de training wel eens. Ja, zou je zo kunnen regelen dat ik contact met hem krijg? Ik zei ja, dat wil ik wel doen. Ik zeg, wil ik wel vragen. Ik zeg, maar dan moet je wel naar de zaak doen. Ik zeg, ik ga niet bij Diekman met Bosvelt gaan lopen dat ze zeggen van, goh, wat is dat? En zodoende heb ik tegen Paul gezegd, joh, kom even naar de zaak toe, ik wil even met je praten. Ik heb iets. Nou, toen belde hij later terug. Volgens mij had je getraind en toen zei je van, nou is het goed dat ik nou even langskom. Ja, ik wist niet wat me te wachten stond. Dus voor mij was dat, toen ik hoorde waar het om ging, was het wel een verrassing. Ik wist wel dat er van alles speelde, want het was toen 2e jaar Bosman arrest. En daarom moest het ook een beetje geheimzinnig natuurlijk. Want je mocht pas vanaf januari benaderd worden door andere clubs. Als je contract afliep. Dus vandaar dat het eigenlijk zo moest. Maar er was wel meer belangstelling. Alleen dit was wel heel concreet. De rest was allemaal een beetje in de media en ja, dat neem je toch nooit zo serieus. En dit was duidelijk kon het niet. Nee, ja, je bent natuurlijk voor Twente, alleen mijn hart lag ook bij Feyenoord, omdat ik daar vroeger op jeugdige leeftijd mijn opleiding heb gehad en het eerste gespeeld. En ook nog steeds met oud Feyenoord af en toe meespeelde. Paul was gewoon een type die hoorde bij Feyenoord ook. Dat zeg ik, die had natuurlijk en werklust, karakter en die kon ook een tegenstander onder de graszooien even stoppen. En ik denk voor een club als Feyenoord toen de tijd was dat wel belangrijk. Ja, nou ja, Feyenoord was toen top zeg maar en toen was Twente toch net iets lager. Moet ik zeggen dat het laatste jaar dat we wel lang meededen om de Champions League plaatsen. Maar daarvoor was het allemaal net subtop. Dat was heel moeizaam. Europees ook maar 1 jaar en ook waren we snel eruit tegen een Hongaarse club. Maar ja, dat was voor mij gewoon weer een stap. En voor mij ook gewoon een mooie club. Natuurlijk was ik blij dat hij zeg maar de link legde. Ik bedoel, anders, ja, zeker toen, was het toch allemaal moeizamer. Ja. Wat ik al zei, was veel belangstelling, maar concreet werd het niet. Ja, ik moet zeggen dat de overstap van Eagles naar Twente viel mij zwaarder toen, zeg maar fysiek met name. Ik was toch wel aardig wat gewend hier, blijkbaar. Met name qua intensiteit, training en zo. Alleen ja, vooral de beleving rondom voorbereiding, ja, dat was immens. Ik bedoel, iedere wedstrijd ergens in de regio. Er zat 5.000, 6.000 man op stonden en 99% was Feyenoord. En die reisden gewoon overal mee naartoe. En op een gegeven moment, na 3-4 weken, leer je ze ook kennen gewoon, omdat je ze zo vaak ziet. Dus ja, dat maakt wel een gigantische indruk. Ja, voor mij was het eigenlijk vanaf dag 1 warm bad. Marcel, ben je op het stadion of niet? Net in Enschede geweest, nu bij het stadion, maar ik dacht misschien even het stadion. Ik weet niet wie is er, die maar even kan... Met jou. Met jou? Oh, en dat is het. Hoe gaat het met het kind? Hartstikke goed. Zit goed, jongen. Nee, ik zit altijd daar. Ja. Ja, vakje 12. Wel gezellig hoor, moet ik zeggen hier. Ja, ik kom uit Doesburg, dus het ligt een klein half uurtje hier vandaan. Niet echt uit de buurt, meer tussen Doetinchem en Arnhem kom ik vandaan. Dit is inderdaad het oude nest waar ik ben begonnen. 18 jaar was ik en als 17-jarige oefenwedstrijd meegedaan. En op basis daarvan kon ik hier als amateur in de tweede gaan spelen, in de belofte, onder Henk de Katen. Eind van het seizoen debuteerde ik in de nacompetitie tegen Herenveen. Met Korbach nog als trainer toen. En het jaar daarop eigenlijk vanaf begin ja, in de baas gespeeld en bijna niet meer eruit geweest. 2 of 3 wedstrijden gemist. En in 1992 zijn we hier gepromoveerd en nog 2 jaar erin gebleven. Toen ben ik uiteindelijk naar Twente toe gegaan. Als ik zeg maar Go Ahead en Feyenoord eruit haal, dat zijn voor mij wel ja, echt grote broer, kleine broer. Qua fanatisme, het publiek, ja, ook wel heel veel ja, historie zit eraan vast. En dat zit hier ook en voor mij helemaal. Ik weet nog wel, de eerste, met de trein, dat was voor mij allemaal nieuw, dus het ging helemaal niet goed. Uiteindelijk was ik al laat, kwam ik bij de verkeerde ingang, moest ik over het hek klimmen. Haalde ik mijn hand nog open aan het prikkeldraad, dus ik kwam heel lekker binnen. Zo'n rode kop, denk ik. Maar ik was in ieder geval wel al warm om te beginnen. Maar ja, dat was gewoon puur de adrenaline de eerste dag en ja, er gaat van alles mis. Maar je zorgt wel dat je op tijd bent. En, maar dat, ja, daar moet ik nog wel eens aan terugdenken, ja, dat het zo een beetje klungelig ging. Wij speelden eigenlijk op dinsdagavond. Was het, ja, ik was ook jong en altijd op stap, het hele weekend. En we speelden op dinsdag, zaterdagmorgen trainen. Ja, dan zat je in de kleedkamer. Maar het was allemaal een beetje wazig. Maar, en dan zondag nog op stap en dan maandag nog naar school. Dinsdagavond voetballen. Ja, dat ritme heb ik wel een periode vastgehouden. Totdat ik in de gaten kreeg van hey, ik kan af en toe meetrainen bij het eerste. En toen begon ik iets meer rekening te houden met zeg maar, het stappen. Natuurlijk deed ik dat nog wel, maar alleen iets een betere verhouding en een beter programma, zeg maar. Dat elkaar niet meer botsten. Met Henk de Katen ben ik ooit eens een keer gewisseld, toen ging hij met 10 man verder. Dus, ja, dat zijn geen signalen dat je op de goede weg bent, zeg maar. 1 keer in de 2 weken zit ik hier vaak op de tribune. Dus ja, het is gewoon leuk om met de oude bekenden weer... die je weer tegenkomt om dan samen weer naar het voetbal te gaan. Dus gewoon weer een avondje uit, zeg maar. Of middag. Ja. En dan daarna hier in de kantine? Ja, of in de supportershome of ergens in de kroeg. Of gelijk naar huis als je al genoeg hebt. Kan ook. Mooi stadion, hè? Het gaat niet om de mooiigheid, maar meer om de uitstraling. Niks geen gedoe met allerlei moeilijke, ingewikkelde dingen. Gewoon voetbal kijken en verder niks. Eerst natuurlijk in de kleedkamer feesten, zeg maar, na de wedstrijd. Ereronde, denk ik. En uiteindelijk met de bus naar het stadhuis onder begeleiding. En dan kom je boven in die zaal hier. Nou, heel veel genodigden ook. Een beetje familie. En dan ja, om de beurt te gaan naar buiten. Met als eerste JP, die toen aanvoerder was. Ja, en dan als je naar buiten komt, dan zie je die 7 mensen. Ja, dus, onbeschrijfelijk. Je herkent een paar mensen, dus kan ik me nog herinneren. En voor de rest ben je alleen maar aan het kijken en ja, om je heen aan het kijken, indrukken opnemen en ja, een beetje aan het lullen met mensen die naast je staan. Maar vooral is het indrukken opdoen. Ja, ik krijg wel een soort van kippenvel van. Ja. Ja, gewoon die 7 mensen totdat je niet meer kon zien, zeg maar, ook in de breedte. Ja, dat maakte wel toen een hele grote indruk. Zeker het kampioenschap, dat is toch wel iets wat hier heel erg leeft. En dat zag je ook de afgelopen jaren. Ja, het tweede is natuurlijk prima, maar uiteindelijk, ja, je hebt iedere keer net gemist. En dat blijft toch wel een beetje knagen. En als een Feyenoord supporter het heeft over iets, dan is het ook Koolsingel en niet over andere dingen. Koolsingel is toch wel een heilig woord. En ja, dat heeft alles mee te maken dat je kampioen wordt eigenlijk. Met de UEFA Cup was er geen huldiging helaas. En dat blijft wel een beetje een smetje, zeg maar. Want ja, het is natuurlijk een unieke prestatie. Maar als je kijkt naar ook 99, dan was dit toch wel de kers op de taart, zeg maar. Die huldiging en ook die 7 mensen. Ja, dat maakt een onuitwisbare indruk eigenlijk. En ja, dat blijkt nog wel een smetje vinden op de winst van de UEFA Cup. Feyenoord is dat bekend om de harde kern. Hoe was jouw band met die groep? Ja, natuurlijk heb je een harde kern, maar ik had ook de harde kern die iedere training er stond. Dus ja, je hebt meerdere harde kernen, denk ik altijd. Als je doelt op zeg maar de echte harde kern waar ook de boeken over uitgebracht zijn en zo, ja, daar kom je mee in aanraking, die leer je kennen en dan leer je dat ze ook gewoon echt helemaal voetbalgek zijn. Het is dit echt puur het rellen wat soms het beeld is. Ja, en sommigen zijn in Engeland nog geweest om wedstrijden te bekijken bij mij. En ja, af en toe ging ik ook wel eens wat mee drinken en zo. Dus ja, het zijn net zo normale mensen als jij en ik. Alleen ja, ze hebben iets meer agressie en iets meer adrenaline af en toe in hun donder dan. En ook misschien wel opzoeken. En, maar goed, daar heb je ook wel de mindere en de positievere verhalen in. Dus. Maar ik moet zeggen, van mijn kant is het puur positief. Maar dan speel je ook voor de goede club natuurlijk. Ja, want ik bedoel, na 1999, zeg maar, na de huldiging, ging het behoorlijk hier los in de stad. Wat hebben jullie daartoe meegekregen in de stad? Of als groep? Nou ja, ik moet zeggen, op zo'n moment dan denk je van, waar is er godsnaam voor nodig? Want heb je eindelijk feest, zit je zo lang op te wachten. En, dus soms dan kun je het ook echt helemaal niet bevatten. En dat was zo'n moment, toen het, zeg maar, een beetje onrustig werd. Toen werden wij naar binnen geloodst en toen zijn we ook gelijk weggegaan. Dus ja, eigenlijk denk ik op zo'n moment, ja, dat doe je iedereen tekort die iets met Feyenoord te maken heeft. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal jongens uit de kroeg in Barendrecht die daar uiteindelijk zijn komen voetballen. Uiteindelijk was ik gestopt. We hadden ooit afgesproken van, joh, als ik gestopt ben, dan wil ik met jullie voetballen. Dus uiteindelijk hebben we dat ook waargemaakt 1 jaar. Maar toen ging ik weer naar het oosten verhuizen. Dat werd natuurlijk lastig. De reis kostte deze niet aan, dus houdt al snel op. Maar het was echt een sfeer en gewoon, ja, ik bedoel, dan is zaterdagmiddag voetbal, is eindigen, zaterdagnacht, zondagmorgen, een keer half brak met de taxi thuisgebracht worden. Maar ja, dat zijn wel leuke dingen. Ik denk dat ik wel een sociaal type ben, dus ik hou wel van mensen om me heen en van gezelligheid. Ik denk dat het ook door je opvoeding komt. Met mijn ouders ging ik vroeg ook, mijn vader biljart en mijn moeder, dus ik ging ook wel eens naar de kroeg. Als klein jochje mee. En vroeger was het ook veel normaler, hè, dan tegenwoordig. Dus wat dat betreft komt het ook een beetje door je opvoeding. En ik ben blij dat ik zo opgevoed ben, want ja, ik vind het zelf ook leuk. Maar nog een paar deuren zijn de verwachting dat dat kan.